Tijdens zijn leven op aarde liet Jezus er geen enkele twijfel over bestaan. Hij kwam naar deze wereld om te lijden en te sterven. En hij wilde niet dat het een verrassing voor zijn volgelingen zou zijn. En daarom zei hij tegen hen: jongens, we gaan naar Jeruzalem en daar staat mij veel lijden te wachten. Het staat zo in de Bijbel in Marcus 8, vers 31 en 32. Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Minstens 3 keer heeft Jezus zo zijn lijden en sterven aangekondigd. Hij heeft het verschillende keren en op verschillende gelegenheden heeft hij met zijn volgelingen gesproken over zijn lijden en over zijn sterven. Het kwam voor Jezus niet als een verrassing wat er aan het einde van zijn leven gebeurde. Sterker nog, hij gaat bewust naar Jeruzalem met als doel om daar te lijden. Jezus weet wat hem te wachten staat. Dat lijden wat hij ondergaan zal, maakt onderdeel van zijn plan om de mensheid te redden. Als wij nadenken over het lijden en sterven en we zijn weer in de periode aangekomen waarin we in een aantal weken stilstaan, toeleven naar Pasen, naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Als wij nadenken over het lijden en sterven van Jezus, dan lijkt dat voor ons een dieptepunt. Zo'n man die zo leefde op deze aarde en zoveel goede dingen deed, zoveel goede woorden sprak, wonderen en tekenen deed, mensen genas. Die man stierf aan een kruis. Het lijkt voor ons een dieptepunt, maar voor Jezus was het een hoogtepunt. Jezus was niet gekomen om als een spiritueel leider vereerd te worden, maar om als een offerlam gedood te worden. Jezus zegt in Marcus 10, vers 45, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan komt hij zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. En dat maakt Jezus meteen ook heel anders dan andere spirituele leiders en grondleggers van belangrijke religies. Spirituele leiders, grondleggers van religie willen een voorbeeld zijn. Maar Jezus wil een offer zijn. Daarvoor is hij gekomen. Hij had alles in huis om een groot politiek leider te worden. Hij had zomaar naar de macht kunnen grijpen. Denk aan zijn intocht in Jeruzalem. Daar had hij alle macht kunnen grijpen. Hij was zo op het zadel geheven. De palmtakken van de bomen. Hij had zo een groot leider in Israël kunnen worden. Maar zijn doel was niet om gediend te worden. Maar om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij had een groot geestelijk leider kunnen worden. Hij stak met kop en schouders boven de andere rabbijnen uit. Hij had een woord van wijsheid. Hij had de woorden van God en de mensen die hadden het in de gaten. Als Jezus spreekt, dan is er een groot geestelijk leider aan het woord. Maar zijn doel was niet om als groot geestelijk leider vereerd te worden, maar zijn doel was om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En jongens en meisjes, dat losgeld, die losprijs, als we daarover nadenken, dan denken we al snel eventjes aan Willem Holleder. Ik wil hem niet te veel eer geven in deze tijd, maar hij heeft ooit een keer iemand ontvoerd. Meneer Heineken was dat, misschien ken je die naam wel wat beter. Nou, eigenlijk nog liever niet, maar goed. Die heeft hij ontvoerd en toen werd er losgeld gevraagd. En dat losgeld dat moest betaald worden om die man weer vrij te krijgen. Nou, dat woordje losgeld, dat wordt hier ook gebruikt, maar toch een beetje andere betekenis. In het Griekse litron betekent losgeld het afkopen van de schuld van een gevangene. Wat gebeurde er? Als mensen hun schulden niet meer konden betalen, dan gingen ze niet failliet in die tijd, maar dan moesten ze eigenlijk als slaaf dienen bij de ander. Dan moesten ze als werknemer zichzelf aan de ander geven om die ander te gaan dienen. Dat was niet vrijwillig, dat moest je verplicht doen. En daarom was je eigenlijk een soort gevangene. Je leefde wel gewoon onder de mensen, maar je was als een gevangene, want je had een openstaande schuld die moest worden betaald. Nou, dat woordje wordt hier zo gebruikt. De gevangene
kon zelf de schuld, de openstaande schuld, niet meer betalen. En daarom zat de gevangene eigenlijk voor altijd gevangen. Niet in een letterlijke cel, in een gevangenis, maar wel gewoon figuurlijk, want eigenlijk zat hij altijd gebonden aan degene aan wie hij iets schuldig was. Maar als er iemand anders was die de schuld wilde betalen voor de gevangene, dan kon de gevangene vrij uitgaan, dan was hij weer vrij mens. En dat is wat Jezus hier zo bedoelt. Hij zegt, ik ben gekomen om losgeld te betalen. Ik ben gekomen voor jou om jouw prijs te betalen. Om jouw schuld, openstaande schuld te betalen. Jezus zegt, ik betaal het losgeld dat jij onmogelijk zelf kunt betalen. Ik betaal het losgeld voor jouw vrijheid. Ik wil dat je weer in vrijheid wordt gezet en daar moet voor betaald worden. En daar zal ik mijn ziel voor opofferen. Daar zal ik mijn leven voor opofferen. Voor jou, uit liefde. Voor jou. Er is heel wat nagedacht over dat begrip, dat losgeld. Die prijs die betaald moest worden. En ik moet u, en ik, bij de voorbereiding van deze preek heb ik daar ook veel over nagedacht. Veel moderne mensen hebben niet zo heel veel meer met deze kant van het evangelie van Jezus Christus. Dat losgeld dat betaald moest worden, daar hebben we het eigenlijk liever niet over. Waarom zou een man 2000 jaar geleden moeten lijden en sterven voor mij nu vandaag in 2018? En de moderne theologie die heeft het daarom ook aangepast, die leert, dit is eigenlijk een variatie uit de klassieke oudheid waar een boze God bloedige offers eist, zodat zijn toorn gestild moet worden. Maar ja, dat was van toen. Dat zijn de verhalen waar ze zich toen mee bezig hielden. Daar kun je toch vandaag niet meer mee aankomen met een God die een offer opeist, die een betaling opeist en de toorn van God die gestild moet worden. Daar kun je toch niet meer mee aankomen. Dat kun je toch niet meer vertellen aan de mensen op de straat. En als God echt liefdevol is, zoals beweerd wordt in de kerk, nou dan kan hij toch ook gewoon iedereen vergeving geven. Misschien herken je zo'n gesprek met iemand die helemaal niet zoveel met het geloof heeft. Als God dan een God van liefde is, nou weet je, dan ziet hij toch ook wel mijn goede bedoelingen. Dan kan hij ons toch wel allemaal gewoon vergeven. Dan is in één keer gewoon alles, alle problemen zijn opgelost. Waarom zou Jezus voor mij moeten lijden en moeten sterven? Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik wil daar niet voor verantwoordelijk zijn. Ik wil dat niet bij mijn leven hebben. Iemand anders die voor mij moet lijden, die voor mij moet sterven. Waarom zou hij voor mij losgeld zijn? Ik voel me niet gevangen. Jezus als spiritueel leider, als voorbeeld, prachtig. Als geestelijke, nog mooier. Als woord, iemand die de woorden van wijsheid spreekt, prima. Maar niet als losgeld. Maar ik wil een voorbeeld gebruiken. En misschien begrijpen we het dan, beginnen we het een beetje meer te begrijpen. Want ik moet u zeggen, ik was er van de week zo mee bezig. En ik dacht, ik begrijp nog maar een klein beetje van de betekenis van het kruis, van het offer van de Heer Jezus Christus. Maar ik wil een voorbeeld gebruiken. Vrienden van mij hebben een kind met een verstandelijke beperking. Hun kind heeft niet veel mogelijkheden om iets bij te dragen aan de samenleving. En die is daarom helemaal afhankelijk van de zorg die mijn vrienden aan hun kind geven. Maar ik ken weinig ouders die met zoveel liefde voor hun kind zorgen en hun kind liefde geven als deze ouders. Ze houden zo ontzettend veel van dat kind wat eigenlijk niks terug kan geven. Het is echt een voorbeeld van ouderliefde voor een kind. Liefde kost ons niet zo heel veel als de ander zijn of haar leven op orde heeft. Maar de liefde van God die begint te schitteren als wij begrijpen dat we hem daar niets voor terug kunnen geven. Dat God dan opofferend en onvoorwaardelijk lief heeft naar deze wereld is onbegrijpelijk. Voor ons niet te bevatten. Als het met de ander allemaal goed gaat. Nou, dat zie je ook wel in relaties. Hè? Waar het allemaal goed gaat, waar de successen zijn, waar de lofzang gezongen kan worden. Ja, daar willen mensen elkaar wel lief hebben. Waar je mee kunt gaan op het succes van de ander.
Daar hebben mensen elkaar lief. Maar wat gebeurt er als een van de partners ziek wordt? Wat gebeurt er als een van de partners niet meer aan dat hoge ideaal kan voldoen? Dan blijkt echte liefde. Jorien en ik hebben een hele oude opa en oma, 96. En alle beperkingen die er maar kunnen zijn, ze zitten in een verzorgingstehuis. En daar worden ze verzorgd, maar als je ziet hoeveel deze mensen van elkaar houden, terwijl ze elkaar eigenlijk maar heel weinig meer kunnen geven. Dat is een voorbeeld van hoe diep liefde kan zitten. Ook al kun je niet meer aan het ideaal voldoen van elkaar. En dat is de liefde die we tegenkomen bij God. Liefde die kostbaar is geworden omdat wij er niets voor terug kunnen doen. Gods liefde is geen goedkope liefde. Er is een God van liefde, ja zeker. En hij houdt zoveel van die wereld. Terwijl wij niets voor hem terug kunnen doen. Zijn liefde is een opofferende liefde. Liefde gaat dieper als je bereid bent te delen in het lijden van de ander. Moet je over nadenken. Ik heb daar veel over nagedacht deze week. Liefde gaat veel dieper als je bereid bent om te delen in het lijden van de ander. En dat is wat God doet. Hij kijkt niet toe vanaf de zijlijn. Hij roept niet maar wat naar deze wereld. Hij dropt geen boek in deze wereld en zegt, zo jongens, zo moeten jullie het allemaal gaan doen. Hij is bereid om in die wereld te komen. Hij is bereid om zelf te gaan lijden met onze pijn, met onze verlorenheid. Zelfs zover dat hij eraan ten onder gaat. Zelfs zover dat hij sterft om jou en mij het leven te kunnen geven. Hij betaalt het losgeld met zijn eigen bloed. Hij toont medelijden, daar komt het woordje medelijden vandaan, in het opofferen van zichzelf. Als dat geen God van liefde is. Je kunt het kwaad in de mensheid niet ontkennen. Je kunt voor je eigen verantwoordelijkheden weglopen, je kunt proberen het allemaal een beetje weg te wuiven, maar het lijden in deze wereld vanwege de zonde, vanwege de gebrokenheid, treft ons allemaal. Als we ook die verhalen aan elkaar zouden vertellen, dan zijn we er nog even een paar uur mee bezig hier zo. Niemand van ons heeft een perfect leven en allemaal zijn we in staat om door onze woorden, door onze gedachten en door onze daden onszelf en anderen te beschadigen. En dat brengt ons onder een last van morele schuld. Een saldo wat iedere dag oploopt. Elke verkeerde gedachte die ik in mijn hoofd krijg. Elke verkeerd woord dat ik spreek. En elke verkeerde daad die ik doe. Elke verkeerde handeling. Het zorgt ervoor dat mijn morele schuld elke dag oploopt. En vroeg of laat moet er losgeld betaald worden. Vroeg of laat moet de prijs betaald worden. We zitten gevangen en het brengt ons onder een last, onder een juk. Het zet ons vast. Ons leven raakt erdoor geblokkeerd. Het net waarin we gevangen zitten. Zonde en dood. En dan God. God die dat ziet bij jou en bij mij. God die zoveel van je houdt, zoveel om je geeft. Dat zijn liefde zo groot is om in dat lijden te komen. Om in die schuld te komen. Om met je te gaan meelijden. In mijn pijn. En om dan de prijs te gaan betalen. Om mij te bevrijden hieruit. Dat is ook het meest radicale verschil met de primitieve goden van vroeger. Eeuwenlang hebben mensen het geweten dat er een morele schuld is en de noodzaak van boete is wereldwijd onder alle volkeren en onder primitieve volkeren is het een bekend begrip. De noodzaak van boete.
Kijk de wereld maar rond. En mensen hebben in alle eeuwen systemen bedacht om met God in het reine te komen. Er werden tempels gebouwd. Er werden offers gebracht. Er werden rituelen ingesteld. Er werden priesters aangesteld. En ze hadden allemaal het doel om met God in het reine te komen, om die morele schuld weg te nemen. Om dat juk te ontgaan, om die last van je af te krijgen. Om dat geweten maar tot rust te krijgen. Maar veel mensen hebben geen idee dat God bereid is om zelf boete te doen. Om zelf door lijden te betalen. Jezus kwam naar deze wereld om zijn ziel te geven als losgeld voor velen. Jezus offert zijn diepste identiteit op. Hij kwam van de hemel, hij kwam naar de aarde. Hij kwam naar jou en mij toe, naar deze wereld. Om te sterven aan een kruis. De vloekdood. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En dan Jezus, in mijn plaats, om voor mij de losprijs te betalen, om het losgeld in te leggen, mijn schuld weg te nemen, in mijn plaats te sterven. Dat geheim gaat zo diep. Deze manier van God om mij te verlossen en te bevrijden van het kwaad. En het is moeilijk voor ons om te begrijpen, en het is moeilijk voor ons om te aanvaarden, maar dat is het niet alleen vandaag voor ons. Dat is het ook al eeuwenlang. We hebben het liever over andere onderwerpen. Deze boodschap van die de kern van het evangelie is, zo lieve mensen. Waar de brieven van de apostelen van vol staan, waar de evangelieën vol van staan. Het is moeilijk om voor ons te aanvaarden. Het is moeilijk om voor ons te geloven. En dat is het niet alleen voor ons, maar dat was het zelfs ook voor de discipelen, voor de volgelingen van Jezus. Je zou kunnen denken, als Jezus ze 3 keer uitlegt en als hij steeds vertelt wat hij allemaal gaat doen. En hoe hij zijn leven gaat opofferen aan het kruis. Dan zullen ze toch wel begrijpen wat er gebeuren gaat. Maar we lezen een verbijsterende reactie als Jezus uitlegt dat hij naar Jeruzalem toe gaat om te lijden en om te sterven. En door de overpriesters gevangen genomen worden en veroordeeld te worden. Als dat allemaal gaat gebeuren en Jezus vertelt het gedetailleerd, dan lezen we een verbijsterende reactie van de volgelingen van Jezus. Zij die 3 jaar lang met hem rondgetrokken hebben. Markus 10 vers 37. Jacobus en Johannes, zeker niet de eerste, de beste, hebben een verzoek aan Jezus. Nadat Jezus notabene dit gezegd heeft, we gaan naar Jeruzalem. Dan hebben ze een verzoek. En wat zeggen ze? Geef ons dat wij mogen zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Jezus, als u aan de macht komt, dan willen we graag de belangrijkste posten in uw kabinet. We willen geen lijden, we willen geen kruis, we willen geen schuld en verzoening. We willen heerlijkheid, we willen eer, we willen succes, we willen aanzien. Jezus, geef ons een comfortabele positie, laat ons groeien, beter worden, belangrijker zijn, meer geld op onze rekening krijgen, een hogere positie hebben, laat het ons goed gaan alsjeblieft. Jezus, geen lijden, maar een beter leven. Herken je het? Als het gaat om de losprijs die Jezus voor jou en mij wil betalen. Om welke reden willen wij Jezus volgen? Gaat het ons echt om die opofferende liefde van Jezus? Of gaat het erom een beter leven te krijgen, om er zelf beter van te worden, om een oplossing voor al onze problemen te krijgen, om een comfortabeler leven te leiden, een beter gevoel te krijgen. Ben je bereid om te lijden met Jezus? Wat doet het met jou als Jezus vanmorgen tegen jou zegt,
Markus 8, vers 34 tot 37. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Wat zal een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel, als losgeld voor zijn ziel? Hoe reageer je op deze woorden? Vind je dit moeilijke woorden in de Bijbel? Wat vraagt Jezus precies? Mijn kruis opnemen, mezelf verloochenen, mijn leven verliezen. Jezus maakt het ons niet makkelijk vanmorgen. Ik denk dat Jezus vermoeid zijn hoofd heeft geschud. Jongens, begrijpen jullie het nog niet? En dan zegt hij in Markus 10, vers 38, jullie weten niet wat je vragen. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? In de Joodse schriften waren dit bekende beelden. De beker. En ik hoef u alleen maar even te verwijzen naar de gebeurtenis in de Hof van Gethsemane. En u hebt hem misschien al in de gaten, de beker. De beker in de Bijbel als het beeld van het oordeel van God over de zonde en over het kwaad. En Jezus zegt, die beker, die ga ik drinken. En dat Griekse woordje voor doop, dat betekent ondergedompeld worden. Jezus zegt, ik zal er helemaal in ondergedompeld worden in dat lijden van jou, in die schuld van jou, in die zonde van deze wereld. Daar word ik helemaal in ondergedompeld. In dat kwaad van deze aarde, van al die mensen die zoveel kwaad geproduceerd hebben. Ik ga in dat lijden staan. Ik word erin ondergedompeld. De beker ga ik drinken. Jezus liefde kiest ervoor om voor mij te lijden. Om voor mij de beker te drinken. Weet u nog, een aantal jaren geleden op Goede Vrijdag met de beker. Weet u het nog? Zo aangrijpend. Voor degenen die daar niet waren, laat ik het heel kort even zeggen. We hadden een beker hier zo, dat was toen nog in de Dukdoof, op het podium gezet. Met een schaaltje met druivensap ernaast. En iedereen mocht naar voren komen omdat die beker gevuld wordt met de druppels bloed vanwege onze zonde. En we kwamen naar voren en we doopten onze vinger in dat schaaltje. En we deden een druppel van dat rode vocht deden we in die beker. En ik dacht, nou, er zullen misschien 10 mensen of zo naar voren komen om dat te doen. Maar de hele zaal liep naar voren en allemaal druppelden we onze zonde in die beker. En toen hebben we die beker bij het kruis van Jezus gebracht. En gezegd, God, al die zonden, alles wat wij gedaan hebben, dat brengen we bij u, weet u het nog? Er was iemand die aan het einde van die dienst tegen mij zei, die beker was te klein. André, die was te klein voor al mijn zonden. En de man is gestorven en hij is nu in de hemel. Maar als we zo gaan begrijpen wat Jezus voor ons deed. God, die uit liefde voor mij ervoor kiest om voor mij te lijden. Jezus' leerlingen weten niet wat ze vragen. Want denk er eens even over na. Wat is het moment van Jezus' heerlijkheid? Ze willen bij hem zijn in zijn heerlijkheid. Nou, wat is nou het moment van Jezus' heerlijkheid? Wanneer laat Jezus het meest Gods liefde zien? Aan het kruis. En moet u voorstellen, bij het kruis, daar staat geen stoel aan de ene kant voor Johannes en aan de andere kant voor Jacobus. Als zij met Jezus in zijn heerlijkheid willen zijn, dan staan er 2 kruizen naast Jezus. Daar mogen ze dan gaan hangen, als ze werkelijk in zijn heerlijkheid betrokken willen zijn. Maar daar aan het kruis, daar zijn Jacobus en Johannes in geen velden of wegen te bekennen. Geen comfortabele stoelen naast het kruis, maar wel 2 kruizen.
En daar hangen twee misdadigers en dat was niet voor niets. Die hadden het verdiend om te sterven. De ene die vervloekt het kruis en hij gaat in bitterheid ten onder. En de ander erkent zijn schuld, kijkt naar Jezus, klemt zich aan Jezus vast en wordt opgenomen in het hemelse paradijs. Wie deelt er hier zo in de heerlijkheid van Jezus? Dat is die ene moordenaar aan het kruis naast Jezus die zegt, mag ik van uw genade, van uw liefde gebruik maken? Ik heb het verdiend om ten onder te gaan. Maar Jezus, wees me genadig. Wie deelt er in de heerlijkheid? De man die uitroept, wij toch rechtvaardig. Wij hebben ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij hangt hier onschuldig aan het kruis. Johannes en Jacobus hebben geen idee wat ze vragen. Maar de vraag is, heb ik dat wel? Hebben jij en ik wel een idee van wat Jezus gedaan heeft voor ons? Het is voor ons zo moeilijk om aan te voelen hoe groot de betekenis van het kruis echt is. Onze trots, ons egoïsme, onze gerichtheid op onszelf maken ons blind voor de opofferende liefde van Jezus. We vinden het zo moeilijk om die te aanvaarden, omdat het haaks staat op ons leven. We willen groter worden. We willen gemakkelijker en geriefelijker leven. We willen meer positie, we willen meer eer, we willen meer aanzien krijgen. We willen ziekte en ongemakkelijkheden overwinnen. We willen geloven in een God die ons leven hier op aarde succesvol maakt. Er is een hele aantrekkelijke theologische stroming op dit moment die mensen leert dat God je leven hier op aarde succesvol wil maken. Als je gelooft in God, dan gaat alles beter worden. Een leven in welvaart. Een leven zonder ziekte. Een leven zonder pijn, zonder gebrokenheid, zonder verdriet. Maar in die theologie is weinig ruimte voor een God die vrijwillig kiest om te lijden. Een God die ons vraagt om onszelf te verloochenen. Een God die ons vraagt om ons kruis op te nemen. Een God die vraagt opofferend anderen lief te hebben. Een God die vraagt elke vorm van gerichtheid op onszelf los te laten. Jezus zegt in Markus 10, wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen, als losgeld. Zijn wij bereid om zoals Jezus te leven, zo opofferend te leven. Ik las deze week bij de voorbereiding een onderzoek wat gedaan is naar de vraag waarom mensen hun geld weggeven aan goede doelen. En daar kunnen zelfs, in dat onderzoek waren ook religieuze redenen meegenomen. En uit het onderzoek bleek dat religieuze mensen hun geld weggeven omdat ze dan het gevoel hebben dat God hen zegent en dat ze dan in de hemel komen. Maar uit het onderzoek kwam ook naar voren, dat draait dus gewoon allemaal om jezelf. Het is eigenlijk heel ingegeven door jezelf. Een soort zelfbevrediging. Een egocentrisch motief. Waar je ik overeind blijft en waar je een goed gevoel krijgt omdat je toch de ander hebt geholpen. Je probeert onzelfzuchtig te leven uit zelfzuchtige overwegingen. Maar dat werkt niet. Hoe dan wel? Jezus laat het ons zien. Onbaatzuchtige liefde gaat niet meer om jezelf, maar om de ander. Vanuit de liefde tot de grote ander, die het geheim van je leven is geworden, Jezus.
En ik weet dat deze boodschap vanmorgen erg ingaat tegen de gevoelens van deze tijd. En ik heb daar deze week mee geworsteld. En zelfs vannacht. Moet ik dit gaan doen? Uw woorden, God, zijn zo scherp. Zo liefdevol, maar soms zo scherp. En toch, als we echt begrijpen waarom Jezus voor ons gestorven is. En hoeveel Hij van ons houdt. Kunnen we Hem aanbidden. Kunnen we Hem eren, kunnen we Hem groot maken. Ontstaat een lofprijzing voor Hem. Als je het kruis echt begrijpt. Dan draait de wereld niet meer om jouzelf, om je ik. En wat je zelf allemaal wil voelen en wat je zelf allemaal wil meemaken en wat je zelf allemaal vindt. Maar in nederigheid vanuit genade. God, wat een wonder. Wat een wonder. Uw liefde voor mij. Uw losgeld. Er is een woord van Paulus wat mij heel erg... Dat doet het al jaren, maar het kwam opnieuw deze week weer heel erg naar boven. Een woord wat hij schrijft in Galaten 2 vers 20. En daar zegt hij, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat, bij dat woordje ik heb het misschien al eens eerder gezegd, dan mag je gewoon je eigen naam eens invullen. Dan wordt het wat persoonlijker. André is met Christus gekruisigd. En niet meer André leeft, maar Christus leeft in André. En voor zover André nu in het vlees leeft, ja, ik heb nog steeds een lichaam waar ik me in beweeg, leeft André door het geloof in de Zoon van God. En die André heeft lief gehad. En hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Het losgeld betaald. Hij is voor mij gestorven aan het kruis. Er wordt heel veel gepreekt en heel veel gepraat over hoe belangrijk jij bent. Jij bent kostbaar, jij bent belangrijk, jij mag dit zijn, jij mag dat zijn. Maar in het leven uit de genade draait het niet meer om ik. Draait niet meer om mij. Ik hoef niet bevestigd te worden in mezelf. Ik wil door Gods geest bevestigd worden in Christus. Het gaat om Jezus. In mij. Mijn ik is gestorven met Christus. Mijn ik mag verdwijnen van het toneel. De 40 dagen tijd wordt wereldwijd gebruikt door gelovigen om zich te verootmoedigen voor God. En dat woordje verootmoediging, dat is niet zo populair vandaag. Verootmoedigen, dat betekent jezelf klein maken. Ik moest deze week denken aan twee voorbeelden. De eerste is van mijn opa. Die heb ik als kind nog mee mogen maken, die veel betekend heeft voor andere mensen. Als het gaat om, het was een hele bescheiden man, maar hij mocht andere mensen de weg wijzen naar de Heer Jezus Christus. En als je dat dan tegen hem zou zeggen, dan zou hij zeggen, oh, door Gods genade, door Gods genade. Er was een man die aan het einde van zijn leven, en als kind dan begreep ik dat niet altijd helemaal, maar toen hij stierf, was het een soort bruiloft. En werd hij begraven. En heb ik als kind meegekregen, wat een hemel was er geopend daar, zeg. Wat was dat een dag? Ik vergeet het niet meer, ik weet het als me nog helemaal te herinneren. Ik zie nog het plekje waar ik sta. De hemel geopend. Maar mijn opa die had boven zijn rouwkaart laten schrijven en de bedelaar stierf. Meer niet. En de dominee heeft daarover gepreekt. Als wij niet veel meer dan een bedelaar worden in Gods koninkrijk, dan zijn we te verheven, dan hebben we ons ik op de troon gezet. En de bedelaar stierf. Pas was ik bij het afscheid van mijn schoonvader, die met emeritaat ging als predikant.
nam hij afscheid van de gemeente. Hij heeft werkelijk honderden mensen tot Jezus mogen leiden in zijn tijd als zendeling. En ook hier in Nederland voor vele jongeren tot zegen mogen zijn. En aan het einde van zijn loopbaan, als hij dan afscheid neemt, zijn preek hield, zei hij, er zijn zoveel dingen waar ik in tekort ben geschoten. Ik heb de genade van de Heer Jezus nodig tot vergeving voor al mijn zonden. Toen dacht ik, pa, ik begin het te begrijpen. Op het moment dat we onszelf in het middelpunt gaan zetten, op het moment dat het weer om ons ik gaat, ons ik mag gekruisigd zijn met Christus. Paulus zegt, je hebt er ook wat van begrepen hoor. Paulus en Petrus hebben het wel begrepen uiteindelijk. Hè? Want Paulus, hij zegt in 2 Korinthe 12 vers 10, een tekst, ik lees hem maar gewoon voor, maar probeer dat eens een beetje tot u te laten doordringen. Hij, dan heeft hij het over God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor jou genoeg, want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Ja, maar God, ik wil sterk zijn. Ja, maar God, ik wil van alles en nog. Nee, mijn genade wordt in jouw zwakheid volbracht. En Paulus die zegt dan, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Nou, dat gaat nog verder, hè? Dat je gaat roemen in je zwakheden, dat je gaat roemen in je lijden, dat je gaat roemen in je pijn, dat is nogal wat. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En dan zegt hij, ik heb een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen. In nood. In vervolging, daar heb ik een behagen in. In benauwdheid. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Onvoorstelbaar. Zo haaks op wat, tenminste, mijn indruk is dat dit geen mooi weerpraatje vanmorgen is. En dan Petrus, die zegt, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Ik geloof, lieve mensen, dat als wij ons verootmoedigen, klein maken voor God, lijken we het meest op onze meester, die zo groot was en het kleinst wilde worden. Als wij bereid zijn om ons ik met Christus te laten kruisigen. Hoe meer we onszelf verloochenen, hoe meer de ander de diepe liefde van Jezus in ons ziet. Het is gemakkelijk om over de liefde van Jezus te praten als het allemaal goed gaat. Maar Jezus' onbaatzuchtige liefde komt in mijn lijden. En helpt mij om mijn leven onbaatzuchtig te offeren aan de ander. En dat is wat de wereld van vandaag nodig heeft. Ik kom er nu niet meer aan toe, maar leest u als u hier nog verder over door wil lezen, leest u Romeinen 8 maar eens door. Dat hele hoofdstuk zo, Romeinen 8. Paulus die dit nog verder uitwerkt. Jezus, ik sluit af, Jezus. Als er al een ereplaats is in uw koninkrijk, als het al gaat om een ereplaats, dan is dat bij het kruis. Dan is dat daar op die plek waar mijn ik gekruisigd wordt. Waar ik mij identificeer met die moordenaar die van genade moest leven. Waar mijn schuld betaald wordt door Jezus. Het losgeld.
door de man die geen zonde heeft gedaan. De ereplaats is bij u, Heer Jezus, aan het kruis. Daar wil ik zijn. Om te delen in uw heerlijkheid. Om vanuit uw genade en vanuit uw liefde te horen: jij mag vanaf vandaag met mij in het paradijs zijn.